En de voorbereidingen voor de verkiezing van het Nationaal Jeugdparlement verlopen goed. Zo zijn 200 kandidaten voor de verkiezingen van het Nationaal Jeugdparlement gestart met het campagnevoeren. Zaterdag aanstaande worden zij door de organisatiecommissie voorzien van tips voor hun campagne en promotie. De kandidaten worden vanaf die dag ook getraind in onder andere mediatechnieken, personal branding en het omgaan met social media. Het aantal kandidaten is met 42% gestegen ten opzichte van de verkiezingen van 2013. In het NJP kunnen 29 jongeren zitting nemen als jeugdparlementariërs voor een periode van 3 jaar. De verkiezing vindt op 8 februari plaats. Anil Gijagobé, voorzitter van de organisatiecommissie van de verkiezingen, is er trots op dat de interesse in het Nationaal Jeugdparlement is gestegen. Ze begrijpen nu wat het instituut is. Ze zien het verschil tussen het jeugdparlement en DNA. Want vaak werden er vergelijkingen gemaakt. En ook de oudere mensen die hebben dus zich verdiept erin en de jongeren daarover geïnformeerd. En wat een inspraakorgaan inhoudt. En verder is men ook van bewust geworden dat zo'n instituut ontzettend belangrijk is voor het land. Kijken we in de regio, dan zien we hoe jongeren hunkeren om zo'n instituut te hebben. En we hebben dat niet. En in Suriname hebben we dat. En dat moeten we koesteren. We moeten niet kijken naar de dingen die verkeerd gaan. Want dat zijn dingen die wij kunnen corrigeren along the way. Oh, het zijn kinderziektes, het is een jong instituut en we moeten blijven corrigeren. Wat wij nu moeten doen als totale natie, dat wij onze jongeren gaan motiveren, oproepen, bewegen dat ze op 8 februari naar het stembureau gaan en hun stem uitbrengen. Dat zij de juiste leiders kiezen die hun in het instituut kunnen vertegenwoordigen. Die hun noden, die hun kreten, hun wensen daar kunnen verwoorden en onder de aandacht kunnen brengen van onze regeerders. Gisaye Dubé zegt verder dat er ook gewerkt is aan de verbetering van het stemproces. Zo zijn onder andere de openingstijden van de stembureaus verruimd, geeft hij aan. Het raadsbesluit mocht je op een schoolinstituut van 9 tot 1 uur alleen open gaan. En buitenschool mocht je 9 tot 6. Maar je weet, onze grootste groep, doelgroep voor een groot deel zit op school. Dus het is beter dat je daar een ruimere openingstijd hebt. De huidige minister die kent de klappen van de zweep, weet precies waar de schoen wringt en heeft direct bij zijn aantreden een commissie ingesteld die daar werk van heeft gemaakt. Dus we gaan voor dit jaar overal waar een stembureau is gewoon 7 tot 6 open zijn. Of het nou een schoollocatie of niet schoollocatie. En daarmee kunnen we ook de groep die niet op school zit direct kofferen. Dus dat is een nieuwigheid dat gaat gebeuren. We hebben nog steeds dit jaar ook de landelijke stembureaus. We gaan landelijk 55 landelijke stembureaus hebben. Er zijn 2 soorten stembureaus. 1 normale. Dat is gewoon een districtslijst. Dus als je in je district, stel maar Paramaribo, kan je op elk stembureau je stem uitbrengen. Het is niet zo dat je, zoals bij de algemene verkiezingen, naar een stembureau moet gaan, een speciale stembureau. Je kan overal. En een landelijke stembureau, daar hebben we een districtslijst. Dat betekent dat jongeren van welk district dan ook op zo'n stembureau hun stem kunnen uitbrengen. Dus als je in Sipaliwini geregistreerd bent en je bent die dag toevallig in Paramaribo en je bent in de buurt van een landelijke stembureau, dan mag je je stem uitbrengen. Dus wij proberen het zo makkelijk mogelijk te maken voor de jongeren. Anil Gisaye Dubé, voorzitter van de organisatiecommissie van de verkiezing van het Nationaal Jeugdparlement. Volgens hem verlopen de voorbereidingen voor de verkiezing goed. De 200 jongeren die zich nu kandidaat hebben gesteld, zijn gestart met het campagnevoeren. Daarin worden zij begeleid door de verkiezingscommissie.